VMA's. Dit is echt nog nooit gebeurd. We zijn hier op de MTV VMA's. Oké, gaan we. Oh, oké. Wel een keuze waar je heel goed over na moet denken. Goedemorgen wereld. Ik begin de week weer bij de Juice Brothers. Ik heb weer een nieuw ritueel dat ik daar nu elke maandag heen ga om de week te beginnen. Stiekem hou ik best wel van rituelen, van vaste momenten, van vaste dingen. En ik heb nu ook een vaste routine van sapjes. En deze Master Cleanse vind ik dus heel lekker om mee te beginnen. Het is eigenlijk bijna meer een watertje. Er zit een beetje maple syrup in, citroen en cayenne. Dus het geeft je lichaam meteen zo'n pepper om de dag mee te starten. Maar het is niet zo zwaar als een juice. Ik vind het heerlijk. Wat vind jij ervan? Ik zit hier met Jordi. Ben op kantoor met mijn lieve Evie. En we hebben weer een joekel binnen van Meet. Meet stuurt spullen vaak in gewoon wat er klaar is, wordt opgestuurd. Dus we weten eigenlijk nooit wat er komt, wanneer het komt. En het blijft een soort Christmas interieur verhaal. Nu hebben we eindelijk ons houten dressoir binnen. Waar ik persoonlijk heel excited van word, want dan kunnen we een soort koffiebarretje maken. Met mooie kopjes erop en een lijst en mooie boeken en ons super mooie koffiezetapparaat van Espresso. Dus daar heb ik heel veel zin in. Even kijken hoe we dit in elkaar gaan zetten. Ja. Top. We dachten, ja, dit zit wel in elkaar. Ik haal even het plastic uit het binnenste laadje. Zitten daar de pootjes in. Helemaal gestyled alles. Hoe mooi is dit wel. Oké, de poten bedenken we er even bij. Oké, we gaan weer gewoon helemaal terug naar de basis. Dat we echt allebei wilden zeggen, laten we dit doen als Jordi er is. Maar ja, we kunnen Jordi ook niet opzadelen met al het werk. Damn. Oké. Ja. Let's do this. Woehoe. Helemaal bezweet. Maar hij staat. Pootjes en alles. Huppatee. Oké, deze. Oké, daar gaan we. Oh. Oké, nu. Yes, girl. Hey babes, ik ben thuis. Ik heb net gesport, maar heel kort. Ik denk 35 minuten even geknald. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb heel veel werk te doen. Ik raak er een beetje paniekerig van. Ik krijg dus altijd heel veel stress van het gevoel dat dingen niet afkomen. En als dingen dan af zijn, dat ze niet goed genoeg zijn. Dus dat het eigenlijk te veel is. Of te veel om het allemaal goed te doen. En dat kan ook helemaal niet. Maar dat is toch een soort kronkel die ik in mijn hoofd heb. Die mij heel veel druk en stress geeft. Terwijl een ander dat misschien niet zou hebben. Een leerpuntje. Ook heb ik hoofdpijn en ik denk dus dat dat komt omdat ik met de pil gestopt ben. Niet omdat ik per direct een baby wil. Maar ik zou jullie nog even updaten over wat er met die Zulipil was gebeurd. Nou, ik was op zich blij met het idee dat ik een nieuwe pil nam waar minder hormonen in zaten. Dus ik was door de eerste drie heen of eerste twee. Ik heb er altijd ook een strip bij Jordi liggen. Dus ik ging een nieuwe strip halen en toen kwam ik daar en toen zeiden ze dat die pil uit de handel is gehaald. En daarvoor moest ik al overstappen op een lichtere microgynon. Omdat tijdelijk de microgynon 30 niet meer leverbaar was. En nu kon ik dus ook niet meer deze pil nemen. Dus dat zou betekenen dat ik weer op een andere pil moest. En dan zou ik dus aan mijn vierde pil zitten. Verschillende pil in een half jaar. En toen was ik er echt even helemaal klaar mee. En had ik even een soort van... Ja, ik dacht gewoon, ik wil echt niet mijn lichaam aandoen. Dat ik nu een vierde samenstelling, die weer anders is, in een paar maanden tijd door mijn lichaam ga duwen. Ik ga het gewoon niet doen. En ook super irritant, de hele tijd doorbraakbloedingen en dat soort bullshit. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel even ervan af. En dan maar met apps en meten en op stokjes plassen en dat soort dingen
kijken wanneer je vruchtbaar bent en dan in de tussenperiodes het veilig doen. Want ik wil het gewoon even niet meer. En hoe meer ik daarover nadacht, ik krijg daar trouwens wel begeleiding bij van Valentien, mijn healthcoach, omdat ik niet iets onverstandigs wil doen. En toen ik dat eenmaal had besloten, kwam er best wel een soort, kreeg ik best wel een rustig gevoel of zo. Ik denk wel, ik ben nu 30, ik kan voor een kind zorgen, ik heb een goede relatie met een leuk iemand, dus het is voor mij ook, los van dat ik het nu niet zou willen en me daar echt op zou willen voorbereiden, is het geen ramp als het onverhoopt anders zou lopen. En dat is vaak niet zo. En de reden waarom je anticonceptie gebruikt is wel een keuze waar je heel goed over na moet denken, met grotere risico's dan normaal, denk ik. Maar dat was even een update van waar, hoe dat nu gaat, want ik krijg best wel veel vragen over hoe het nu met die pil zit en of ik verschil merk. Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven, helaas. Goedemorgen, ik ga zo naar Linda Meijden in Naarden. En ik heb vandaag mijn zebrapak aan voor de gelegenheid. We zijn de laatste in de building en er is taart! Ik probeerde het heel netjes in stukken te hakken, maar nu wordt er gewoon rechtstreeks met het vorkje. Er was net nog een halve tijd, dus toen dachten we ook, nee, dat kan niet. Maar we gaan deze oprecht gewoon opeten. Ik denk dat het niet lang meer duurt. Deze hier lust er ook wel wat van. Hey babes, goedemiddag. Het is vandaag woensdag en ik ben de ochtend een beetje rustig begonnen. Jordi die is naar Zwitserland en Italië, wat hij met de trein doet en vastlegt om ook een alternatief voor vliegreizen te laten zien. Superleuk. En die moest dus om 6 uur op en toen was ik ook wakker en een soort van tot 9 uur vaag, half in slaap, maar heel moe zijn. Terwijl ik eigenlijk vroeg op wilde. Dus ik dacht, ik doe even rustig aan in de ochtend en dan werk ik gewoon 's avonds door. Dus toen ben ik daarna gaan sporten. Ik ben echt on fire, kan ik wel zeggen. Ik ben vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en nu woensdag geweest. Dit is echt nog nooit gebeurd. Het is heel lekker weer vandaag, dus ik ga niet naar kantoor, maar even ergens buiten zitten werken. Dus dit is best wel een fijne dag. Hoewel er heel veel moet gebeuren, maar de setting die je kiest helpt dan heel veel. Ik heb mijn Gunny Maxi jurk aan met mijn Fendi slippers. Gewoon mijn lievelingsoutfit voor als het een beetje warm is en nog net niet blote benen weer is. En ik voel me er gewoon heel chill in. Dus dat. Ik ben met Betty Kim. Betty. Ja. Het is nu ook veranderd naar Bettert. Ja. Vetzakkie. Dat was al een Vetje, beetje. Ja, die waren al. Vetter is erbij. Vetter is er een nieuw bij. Ben ja. Ik erg blij mee. Zouden we wel gezonder eten nu, dus het is niet meer echt van toepassing. Het is niet meer echt van toepassing, maar ik kan niet zeggen dat ik nooit meer nee. Wij zitten bij broer, waar we allebei als een speer aan het werk zijn. Kim wil vanavond naar de Lion King, maar het zit helemaal vol. Dus ik ben heel benieuwd of jullie hem al hebben gezien. En of je echt zo moet janken, of dat mensen zich aanstellen. Ja, want wij denken toch, het zijn animatieleeuwen. Ja. Hoe hard kan een mens huilen daarom? Ja. Vraag me ook af, maar ja. Ik spreek jou daarna wel. Ik ben lekker thuis, nog even op mijn balkonnetje. Het is nu 9:00 en ik heb tot net gewerkt. Dus eerst in de ochtend tot 11:30 denk ik weinig gedaan. Ik zat er niet lekker in en toen even gesport, de boel omgegooid en geknald. Dus soms moet je ook accepteren dat je even niet in de vibe zit en gewoon iets anders gaan doen, denk ik. Ik heb wel de neiging om gewoon te zeggen, ik moet nu werken, dit moet nu af, maar soms kun je beter wachten tot je even wel geconcentreerd bent en dan vlammen. En hoe gezellig is dit hoekje? Love it. Jordi is dus op trip, dus ik slaap lekker even alleen een paar dagen. En op dit moment ben ik even aan het twijfelen of ik nog ga lezen of heel veel ga slapen of iets ga kijken. Ik weet het even niet. Ik voel me best wel relaxed ook, echt heerlijk. Ik heb ook een nieuw krukje gekocht waar ik heel blij mee ben. Wat als nachtkastje gaat dienen voor hier. Mijn bed is nog steeds niet in elkaar, dus het ziet er nog steeds zo uit. Dit lekkere donkere holletje. En hiernaast komt dan dat krukje te staan. Ik denk dat het heel mooi gaat kleuren bij het zwart. Al vind ik het ook naast deze beige muur wel heel mooi. Hey babes, goedemorgen. Ik heb net een coaching van 2 uur gehad met mijn carrière business-achtige coach. Super interessant en leuk. En nu heb ik me even snel aangekleed. En ga ik, denk ik, even ergens buiten huis
waar koffie is zitten. Ik heb mijn koffieapparaatje heeft het begeven, dus ik heb echt even wat koffie nodig. Dan ga ik als een speer werken en dan misschien nog heel even Nicole zien. En een facial heb ik en dan ga ik weer doorwerken en 's avonds misschien met Kim afspreken. Gisteren heb ik echt van 9 uur 's ochtends tot 10:30 's avonds aan één stuk gewerkt. Dus niet gefilmd, gewoon zitten vlammen, zodat ik af en toe ook even soms tussendoor kan sporten of zoiets kan doen. Dus er mist even een gat in de, zit even een gat in de vlog, maar goed. That's that. Lekker wanneer niet cool is. Lekker even. Hmm. Hmm. Wat zijn we hier voor hard werken? En nou zie je er net niks leuk. Zo. Ja, ja, nee. Ja. Hier. Oh ja, dit ja. Hey guys, ik ben een soort glimworm naar die facial. Na de facial ben ik nog ergens verder gaan werken in de boekhouding. Tot 1 uur of 7. En nu ga ik heel snel even sporten. En dan ga ik met Kim afspreken. En verder ga ik eigenlijk het hele weekend werken. En daaromheen dan zoveel mogelijk leuke dingen doen. Ik ga even iets eten met Kim bij restaurant Amsterdam. In een jeans, Birkenstocks, een hele oude pinstripe blazer van de Zara. Ik laat wel even zien wat eronder zit. Een nieuw topje. Oeh. Van The Range. Deze broek valt er wel bijna uit, helaas. Een body is het eigenlijk. Met zo'n strap detailtje. Dus dat is de look. Gewoon chill. We zijn lekker uit eten en we eten brood en artisjok. Nou, zo meteen ook gambia's. Oh, gambia's. En pasta met truffel. Echt lekker ook wat ik besteld had. Al het eten hier is zo lekker. We zouden hier dus elke dag willen eten. Ja, zeker. Hey babes, het is nu 2:15 s'nachts. Ik was rond 11:00 thuis van het eten met Kim en toen ging ik in bed liggen en toen had ik allemaal ideeën over content die ik wil maken en verbeteringen die ik wil aanbrengen op mijn YouTube en Instagram en IGTV ideeën en taken voor de meiden die voor mij werken. Dus nu ben ik al uren aan het werk en eigenlijk heel erg vooral taken en prioriteiten aan het uitschrijven en dingen concreet in mijn agenda aan het inplannen. Dus ik heb nu tot de eerste week van september bijna mijn hele agenda ingepland. En nu ben ik heel moe. Maar heb ik wel het idee dat ik weer wat winst heb behaald. Ik film dit even om aan te geven hoe weird werkdagen soms ook zijn. Als je voor een deel eigen baas bent. En ik vergeet sowieso heel vaak te filmen als ik echt hard aan het werk ben. Want dat is ten eerste hartstikke saai. En ten tweede ben je daar dan gewoon niet mee bezig. Om toch een beetje een compleet beeld te schetsen van hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Niet dat het goed is om op zulke rare tijden te werken. Maar je moet gewoon best wel committed zijn als je bepaalde dingen wilt bereiken. Niet dat dat altijd leuk is, maar het hoort er wel een beetje bij. Nu ga ik lekker slapen. Tot morgen. Oh ja, wat ik nog even wil zeggen. Hard werken hoort er inderdaad bij als je succes wil hebben of dingen wil bereiken. Maar lijden hoort daar niet per se bij. Als dingen je heel veel moeite kosten en niet lukken. En je steeds in conflict met jezelf bent en niet gelukkig voelt. Dan gaat dat je ook geen geluk brengen. En dan zit je niet op het goede pad. En alleen maar heel hard werken. Ja, dan kom je ook wel ergens. Maar, en dat is ook wel nodig. Maar die andere dingen horen niet per se bij een baan. En het kan natuurlijk even 2 weken zo zijn, maar dat is niet een long-term gevoel wat je hoort te hebben. That's all. Ik wilde even dat duidelijk maken, want we verheerlijken zeg maar hard werken soms zo erg. Terwijl er volgens mij ook allerlei andere manieren zijn om succes te hebben en te ervaren vooral zelf. Dus ja, daar ben ik nu veel mee bezig gehouden. Oké, doei. Guys, ik zit hier in een koffietentje en te schrijven. Ik heb namelijk eindelijk een haakje voor mijn Linda Meijer voorwoord te pakken. Na een hele dag struggelen, dus nu 6 uur. Yes, eindelijk. Ik ben nu even thuis. Zoals ik net zei, ik weet niet of je het goed kon horen, zat ik in een koffietentje aan mijn Linda Meijer voorwoord te werken. Dat is altijd 2 pagina's, dus er moet echt wel een goed verhaal staan.
met een begin en een eind wat logisch is en betekenis heeft en je laat lachen. Dus ik heb daar elke nummer weer zo'n zoektocht mee. Dit heb ik altijd al gehad. Ook toen ik nog bij Elle werkte als schrijver dacht ik altijd, oh shit, dit artikel gaat niet lukken, dit gaat niet goed genoeg zijn, ik krijg het niet af. En uiteindelijk was het altijd hartstikke prima en leuk. Dus dat is gewoon volgens mij iets wat heel veel schrijvers hebben. Ik zie het ook bij Onno, de vriend van Kim, die schrijver is, journalist is van beroep. Elk artikel is hij bang dat het niet goed genoeg is en dan moet hij echt door een worsteling heen om net dat ene haakje te vinden en dan zit hij er lekker in. Verder is dit de tweede week op rij dat ik 4 keer in de week heb gesport. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar het geeft me zoveel energie. Ik voel me echt, ja, ik voel echt een soort fire. Klinkt misschien dom, maar ik vind het echt een lekker gevoel en het is ook, ik heb altijd een gruwelijke hekel aan sport gehad en nog steeds heb ik dat wel als het prestatiegericht is of in teams is of balsporten of whatever. Maar dit doe ik gewoon op mijn eigen tempo en op mijn eigen manier. Het maakt me echt een sterker iemand voor mijn gevoel. Dus ik ben er echt heel trots op dat ik eindelijk een beetje voor mezelf heb leren te zorgen. Het is echt een lange weg geweest waarbij ik met cola en croissants ontbijten en nooit bewoog en altijd moe was en pijn had en best wel veel down was. Naar dat ik nu, ik heb nog steeds wel momenten dat ik moe ben en te veel werk en me niet goed voel, maar ik heb echt het idee dat het bewegen me een plek geeft om daarmee om te gaan ofzo. Het is echt een grote verandering voor mezelf. Dus dat. Ik ga nu lekker naar Nicole die mij belde of ik zin had om een film te komen kijken. En dat ze tomaatsoep aan het maken is die ik al jaren met zoveel plezier eet. Die maakt ze namelijk helemaal zelf. En dan doet ze 3 verschillende tomaten. En de een doet ze in een pan en de ander bereidt ze in de oven met kruiden. En dan gaat het allemaal door elkaar. Dat is echt goddelijk. Dus ik ga even kijken of ik wat chic masks heb voor een ultieme girls night. Ik blijf lekker in sportieve modus. In een hemdje van Arquette en mijn Adidas broek die ik ook normaal draag, maar ook als chillbroek. Zulke lekkere broekjes zijn dit. Dit schijnt eigenlijk een beetje door, maar ja. Het is wat het is. Als mensen niet kunnen dealen met een tepel, dan is dat hun probleem. Ah. Even wat lekkere dingen gehaald bij de stag. Zoals paprika chips, naturel chips en peanut butter cups met chocolade eromheen. Goede ingrediënten. Nou, ik ben weer in mijn lievelingshuis. Zodra ik hier binnen stap, voel ik gewoon zowel een oase van rust als een gewoon knal inspiratie. Omdat alles weer zo mooi en opgeruimd en leuk samengesteld is. En er zijn altijd verse bloemen en lekkere drankjes die in mooie glazen zitten en dat soort dingen. En Nicole en ik hebben gewoon hetzelfde aan. Een tanktop. Zonder BH, met joggingbroek in dezelfde kleur. Kijk, deze pier. En een Carrie Bradshaw, allebei. Ja! Wat zonder Carrie Bradshaw zou dragen in deze tijd. Op een weekend. Cool is voor mij weer iets aan het cheffen, namelijk. Ja, een simpel ja, omeletje. Oh. Noem het maar simpel. Ja, omdat we al best hard hebben gesport, dat ik allebei lekker omeletje en zelf gemaakt tomatensoep. Oh! Dat heb je net al over verteld aan de mensen. Je zit alleen helemaal niet dat ik zit te hakken, zeg maar. Dus nu lijkt het net alsof ik het alsnog heb gehaald. Nee, ik heb al verteld net dat er 3 soorten tomaten in gaan. Waarvan sommige in de pan en sommige in de oven worden bereid. Gossip Girl staat aan. Dit is Nicole's nieuwe kunstwerk. Super mooi vestverzamelingetje hier. En hier zit dus een naakte overbuurman. Wat heel raar is. Hoe lekker ziet dit stapeltje er alleen al uit? Echt alsof ik op een set ben. Kijk, heeft ze gekleurde ijsblokjes hier liggen. Deze persoon ben jij echt. Jij bent echt deze ijsblokken. Oh mijn god. Ik doe ook altijd de ijsblokjes in de kleur van drankje. Oh my god. Maar ook dit weer. Ja. Coincidence. I think not. Vinootje erbij. Soepske. Ik ga een toetje bij. We zijn hier op de MTV VMA's 2019 met optredens van Nicole Huisman. She always outfit. Hannah.
De Handsome Brothers. Live op het podium. Hier. In Lissabon. Dit kan echt niet. Je neemt het veel te serieus. Hallo, het is 12:30 op zondag en het is zo bizar. Ik moet mezelf door de week echt uit mijn bed sleuren en dan word ik in het weekend de hele tijd om 7:30 wakker of zo. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen, ik vind het super weird. Dat had ik vandaag ook en toen dacht ik ga lekker opstaan en iets van de dag maken. Dus ik heb nu al het gevoel dat ik er een hele dag op heb zitten. Ik heb 's ochtends ergens koffie gedronken en super lekkere peanut butter cookie gegeten. En een jurk besteld in leopardprint. Het is zo'n goede sale op dit moment. Ik kan gewoon niet stoppen. Er zijn een paar collecties, waaronder van Ganni, die zo goed bij me passen dat ik denk, ja, nu alles voor de helft is en ik normaal te duur vind, kan ik beter gewoon even nu toeslaan. Omdat, ja, ik vind elk stuk gewoon geweldig. Dus ja, dat komt er ook aan. En toen heb ik aan mijn voorwoord nog even zitten sleutelen. Toen ben ik gaan sporten. En toen was het dus pas 11:45. Amazing. Nu heb ik gedoucht en aangekleed en ga ik met mijn ouders even gezellig meeten. Dit is wat ik aan heb. Ik heb weer mijn haar niet gewassen en geen make-up op. Gewoon chill. Ik heb 2 kettingen om. Deze jurk van Stine Goya. En mijn nieuwe zebratas. Deze heet dus de Yara-tas. Hoe goed is dit? Onderwijsprijs is een mamatje.